Hallo Feyenoord fans. Ik heb belangrijk nieuws met jullie te delen over onze geliefde club. Abonneer je alvast op het kanaal, want hier komen elke dag video's met het laatste nieuws van Feyenoord en om niets te missen, vergeet niet het notificatiebelletje te activeren. Laten we beginnen met een jonge belofte die de aandacht van Feyenoord heeft getrokken, Otto Rosengren, net 20 jaar oud. Wij zijn echter niet de enige die hierin geïnteresseerd zijn. Ook het Zweedse Malmö is op de uitkijk en heeft volgens Expressen zelfs een bot gedaan van 775.000 euro op de speler. We zijn in de race voor Rozengren en we hopen dat de heer snel voor kiest om het Feyenoord shirt te dragen. Aan de andere kant hebben we de aankondiging van een breuk tussen Feyenoord en Christian Conte deze zomer. Het contract van de Duitse spits, dat zou lopen tot medio 2024, is in onderling overleg tussen partijen ontbonden. Conte, 23 is nu vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe club zonder dat een transfer nodig is. Hij kwam in de zomer van 2020 over van 1. FC ST Louis bij Feyenoord. Pauli maar slaagde er door blessures helaas niet in om zich als starter te vestigen. De afgelopen seizoenen werd Conte uitgeleend aan andere clubs als SV Sandhausen, FC Dordrecht en Dynamo Dresden. We wensen Christian Conte veel succes in zijn voetbalcarrière en bedanken hem voor zijn tijd bij Feyenoord. We weten dat hij zijn best heeft gedaan en we hopen dat hij een nieuwe club vindt waar hij kan schitteren. Hoe dan ook, denk je dat Feyenoord zich haast om Christian Conte vrij te laten of dat Feyenoord hem heel goedkoop moest verkopen? Laat je mening achter in de comments. Ik weet niet of u het weet, maar uw mening is op elk moment erg belangrijk voor Feyenoord. Ik kom terug met meer nieuws over Feyenoord. Blijf Feyenoord steunen met al je passie en toewijding. Binnenkort zullen we meer nieuws en informatie over onze club brengen. Laten we er samen voor gaan, Feyenoord fans. Op naar overwinningen!